Bericht ontvangen van Noah. Hey Gerda, 6 uitroeptekens. Wat een super nieuws dat je op tv bent. Klinkende champagneglazen, grijnzend gezicht met grote ogen, hulphond, voetbal, filmcamera, zonnebloem, zon, koe, feestgezicht met een feesthoeter. Feestmuts en confetti, handgebaar voor vrede met getinte huidskleur, we gaan elkaar spreken, eenhoorn. Hoi, ik ben Charda, ik ben slechtziend en ik wil je graag wat tips geven over hoe je nou omgaat met mij en al andere mensen die ook wat minder zien. Want dat zijn niet alleen de mensen die met een stok lopen bijvoorbeeld, zoals ik. Die zijn gelabeld als soort van blind. Maar het zou ook bijvoorbeeld je opa en oma kunnen zijn of je ouders die steeds iets minder gaan zien en die ook baat hebben bij deze tips. Het zijn 3 categorieën. De eerste gaat over ontmoeten. Wat ik heel fijn zou vinden is als je mij ontmoet, dat je zegt wie je bent. Dus dat je zegt, ik ben Piet, hey Charda, zoiets. En wat ik ook heel fijn vind, dat heb ik eigenlijk nu al meteen gedaan, dat is dat je mijn naam noemt. Dan weet ik dat je tegen mij hebt. Wat ik wel vaker heb gehad, is dat iemand hey heel enthousiast zegt en ik denk, wat leuk. En ik roep heel hard enthousiast terug dat het dus niet voor mij bedoeld was. En dat is best wel gênant. Hoi. Hey! Oh. Als je een gesprek met mij hebt en je hebt het idee van, ik moet iets zeggen over, zie je dat? Of als je in het verleden kijkt, dan zus en zo. Blijf die woorden gewoon gebruiken. Ik voel me totaal niet gepasseerd. Dat is gewoon onze Nederlandse taal. En dat ik er dan wat minder van ziet, dat is gewoon wat het is. En een ander ding wat nog belangrijk is als je in gesprek met mij bent of iemand anders die minder ziet, zeg dan wanneer je weggaat. Ik heb wel eens gehad dat ik midden in een monoloog zat en dat iemand gewoon wegliep. Ja, dan sta ik er in mijn eentje. Dat is natuurlijk niet heel erg. En misschien even sporten, maar verder een beetje rustig aan doen. Oh, leuk. Oké. Ja. Hey, en ga je alleen of met vrienden of... Hallo? Hallo? De tweede categorie is hulpvragen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij goed kan zien of geen beperking hebt en je ziet iemand met een beperking, dat je staat te popelen om te helpen. En vooral dat te doen zonder te vragen. Dat is meteen waar het misgaat. Ik heb wel eens gehad dat ik ergens stond zoekend om me heen stond te kijken en dacht van waar moet ik nou heen? Dat iemand gewoon mij aan mijn arm vastpakte en me naar de overkant van de straat deponeerde. Kom maar, ik help wel even. Hè? Hoezo? Ik wil helemaal niet naar de overkant. Dat is niet fijn. Dus vraag, kan ik je helpen? Dat helpt al enorm. Wat je je kan voorstellen is als je het niet zo goed ziet dat je regelmatig de weg kwijt bent. Gelukkig hebben we allemaal telefoons en die zijn ook toegankelijk. Dus die praten, dat is heel fijn. Maar je hebt ook best wel vaak gewoon even hulp nodig met de weg vinden. En wat er dan gebeurt is dat mensen zeggen tegen mij van het bos is die kant op en dan ga je daarna daarheen en dan een stukje naar achter en dan ben je bij het bos. Dan ga je hier even naar links en daar even naar rechts en dan, dan zie je het zo voor je. Dat zien is op zich niet zo'n probleem dat je dat benoemt, maar dat hier en daar, ik heb geen idee, ook al wijs je ernaar wat hier en daar is. Dus wat dan zal helpen is als je zegt 50 meter achter je, dan ga je naar links toe, dan na 20 meter ga je naar rechts en dan kom je bij het bos uit. Oké, top. Het helpt al veel meer dan hier en daar te zeggen. In deze moderne tijd waarin we allemaal contact hebben via telefoon en tekst en wat al niet meer, gebruiken we heel veel emoticons. Dat is heel fijn, want anders als je bijvoorbeeld alleen maar platte tekst hebt, komt het best wel bot, kan het overkomen. En met zo'n emoticon laat je even zien hoe je erover voelt. Maar dat gebeurt zoveel dat als ik een emoticon voor me krijg, in mijn geval zie ik die dus niet, maar die wordt uitgesproken door mijn telefoon, dan heb ik een soort van waterval aan emoticons. Dus teddybeer met een blije lach, smiley met een knipoog, champagneglas en dan ga zo maar door en dan komt ineens de tekst. Dus soms heb ik al niet eens meer zin om daar helemaal doorheen te luisteren totdat ik de boodschap krijg wat er staat. Bericht ontvangen van Noah. Hey Gerda, 6 uitroeptekens. Wat een super nieuws dat je op tv bent. Klinkende champagneglazen, grijnzend gezicht met grote ogen, hulphond, voetbal, filmcamera, zonnebloem, zon, koe, feestgezicht met een feesthoeter. Feestmuts en confetti, handgebaar voor vrede met getinte huidskleur, we gaan elkaar spreken, eenhoorn. Dus tip, gebruik iets minder emoticons.